Welkom en leuk dat je kijkt naar Houten Licht Op. Hoopvolle woorden voor jou vandaag. Mijn naam is Richard Roest. Dit is ons tweede deel. En vandaag wil ik het met je hebben over hoop. Hoop doet leven. En wil je reageren? Doe hoor, dan komen we in contact. info@delichtboog.nl. Daar gaan we. Dirk, mijn trompetspelende buurman, kwam pas naar me toe. We spraken elkaar op het straatje voor het huis en hij zei, ja, dat is waarom we jullie sprekers nodig hebben. Om verhalen van hoop te delen in deze crisistijd. Want je zal het gemerkt hebben, er zijn zoveel berichten en getallen die te maken hebben met ziekte en met dood, met lijden. En sommigen grijpen je zo aan. Ik zie nog de beelden van het afscheid nemen via de smartphone op de IC. Het is vandaag een dag dat we stilstaan bij hoop. Afgelopen maanden hebben we veel gezien en we hebben woorden nodig die hoop spreken. Want waar ben jij? Waar zit jij in de crisis? Wat brengt jouw hoop? 7 keer willen wij erover spreken. Niet tegeltjeswijsheid of een positieve druktemaker. Maar 7 hoopvolle zinnen. Die komen vanuit de mond van een man die in zijn laatste minuten spreekt. Die een droge mond heeft. Die zijn woorden fluistert of pijnlijk schreeuwt. 7 laatste woorden. En vandaag het woord hoop. Uit onverwachte hoek. Hij hangt tussen 2 criminelen. Ja, railschoppers. Die de pleinen van de hoofdstad met hun scherpe dolken onveilig hebben gemaakt. En pats, daarna weggevlucht zijn. Steegjes in. Pleinen op. Maar dit steegje liep dood. Of ze werden verlinkt door hun familie. En daar staan 3 kruisen op Golgotha. Links en rechts een extremist, een railschopper, die het ook nog tof vinden om de 3e die daar hangt te vernederen, uit te lachen, te bespotten. En daar in het midden, Jezus. Vastgespijkerd, bespuugd en bespot. Zelfs links en rechts klinkt nog hoon, gelach. Totdat één van hen stil wordt, zich naar Jezus wendt, tot inkeer komt en stamelt. Denk aan mij. Geef mij aandacht. Schenk me hoop. De 2 criminelen naast Jezus staan voor hoop en wanhoop. En hier blijkt de bebloede en bespuugde Jezus koninklijk. Echt koninklijk. Onder grote druk blijkt wie je bent. Op zo'n plek op Golgotha toont je ware karakter zich. Waar zit jij in de crisis? Jezus. Waar ben je? De stervende koning spreekt met een soort autoriteit tegen die man naast hem. En hij zegt, ik verzeker je. Kijk eens. Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Midden in de crisis van hoop vertellen. Verbijsterend. De railschopper met een lang strafblad. Schokkend en bloedend vraagt hij om aandacht. Zie mij. Schenk mij hoop. Is er nog hoop? Oké. Stelt Jezus beslist. Er is hoop. Voor jou. Bij mij. Er is hoopvol zicht op paradijs. Ja, vandaag is er hoop. Dat is het hoopvolle woord van Jezus. Hoop is niet zeggen, het komt allemaal wel goed, joh. Hoop betekent dat je je kansen, ondanks alles, de strijd, de pijn, de eenzaamheid, positief inschat. Jezus zegt niet, kijk, we zijn in het paradijs. Tjaka. Dat zeg je niet.
Op een IC niet. Aan de rand van het graf niet. Als je alleen bent en snijdt niet. Als je bang bent niet. Ik zou het ook niet serieus nemen, jij wel? Hoop is zeggen, dit kan beter worden. Onze mogelijkheden zijn nog niet uitgeput. Er kan hier en nu iets nieuws gebeuren. En morgen ook. Ja, hoe pril en aarzelend. Ik merk persoonlijk dat die vraag naar aandacht, naar erkenning, naar hoop, dat ik die zelf ook heb. Zie mij. Erken mij. Geef me aandacht. Naar mensen toe, dat ken je misschien ook. Ik heb het ook naar Jezus toe. Zie mij. Geef me aandacht. En misschien vind je dat belachelijk. Misschien zeg je, Richard, grow up. Maar ik denk dat er meer mensen zijn. Die als ze Jezus zien en zijn laatste woorden horen, zeggen, hey, zie mij. Heb je aandacht voor mij? Iemand die in zijn laatste minuten een relschopper toch hoopvolle woorden geeft. En een crimineel naast hem troost brengt. Door zo aandacht te geven, bracht hij hoop. En hoop, dat is weten dat de toekomst open is. Dat er nieuwe mogelijkheden zijn, al lijkt alles het tegendeel te bewijzen. Een kleine opening, zodat de hoop van Jezus kan doorsijpelen. Ook in jouw bestaan, ook in jouw leven. Ik verzeker je, vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn. Vandaag nog is er hoop en uitzicht. Twee relschoppers, de een spot, de ander vraagt om de aandacht van Jezus. Is dat gek? Of is dat dom? Of zou jij dat kunnen doen? Zo om aandacht vragen voor jou. Er is hoop, weet je. Een kleine opening waar Jezus hoop naar binnen kan. Wil je dat misschien ook? Wil jij dat? Tja, zei mijn buurman tegen me. Daarom hebben we jullie sprekers nodig. Om verhalen van hoop te vertellen. Misschien heb jij ook een verhaal. Wat is jouw verhaal? En waar put jij hoop? En hoe voed je dat ook in deze tijd, in deze weken? Waar zit jij in de crisis? Hoe voed jij je hoop? Weet dit. Deze wereld is geen betonnen, gesloten box. God kan overal een steen wegrollen. En hoop bij jou laten binnenkomen. Het licht kan doorbreken. Hier in Houten, bij jou, waar je ook bent. En jij kunt die hoop voeden door je ook open te stellen voor verhalen voor hoop. Religieuze, niet-religieuze verhalen. En ook deze 7 laatste woorden van Jezus. Jezus kan op een unieke manier die hoop bij jou voeden. Contact met je brengen. Kijk. Geklaag en moedeloosheid, dat is aanstekelijk. Maar weet je, hoop ook. Hoop is aanstekelijk. Iedereen, jij ook, je bent geboren met hoop. En die relschoppen aan het kruis, maar ook jij op de bank, of in de keuken, of in je bed, of onderweg. Je bent geboren om te hopen. Een glinstering van hoop in jou. En Jezus had persoonlijke aandacht voor hem. En ook voor jou. En ook voor mij, dat merk ik ook. Hoor jij hem al? En vind je hoop? En hoe kun jij deze week hoop voeden bij jezelf? En misschien ook wel een klein beetje hoop brengen voor die ander. Van hen die piekert en verschilt.
hoogte kan hem tegen. Nee, altijd is hij goed. Hij blijft zijn vlucht geven elk seizoen. Al het goede, al het ware, alle schoonheid. Ik ben Pardine, ik ben 38 jaar. Ik ben getrouwd met Arjan en moeder van Florian. En ik ben geboren en getogen hier in het mooie Houten. Ik heb de laatste tijd wat hiervoor in Utrecht gewoond. Maar ik ben inmiddels weer terug. Want ja, wie wil hier nou niet wonen? Ja, nou, deze coronatijd heeft wel heeft voor iedereen natuurlijk impact. Maar zeker ook voor ons als gezin en voor mij persoonlijk. We hebben allebei in maart meteen helemaal aan het begin een besmetting opgelopen. En Arjan is daar heel ziek van geweest en ik iets minder. Maar ik ben helaas nog steeds niet hersteld. Dus ik ben nog steeds, kamp nog steeds met de gevolgen ervan. En ja, dat trekt een hele zware wissel op, met name mijn energielevel. En dat betekent dat mijn leven van nu er echt heel anders uitziet dan hoe mijn leven hiervoor uitzag. Nou, in een dag voor maart was ik ontzettend druk. Ik was altijd bezig, veel onderweg. Ik ben directeur van een basisschool in Utrecht. En een hoop vrijwilligerswerk. Heel groot sociaal netwerk waar ik altijd heel actief in betrokken was. Naast dat ik natuurlijk een fantastische man en een heerlijk kind heb waar ik graag mijn tijd mee doorbracht en breng. Ja, dus mijn leven voor maart was hectisch, druk, mooi, gevuld, ja, en heel plezierig. Maar mijn leven ziet er heel anders uit. Dus dat betekent dat ik op een dag heel erg worstel met mijn energie. Ik kan weinig, ik zit nog altijd 100% thuis. En er zitten dagen tussen dat ik mijn brood niet gesmeerd krijg. Ja, het maakt wel dat deze tijd voelt als een winterslaap. Waarin je heel erg teruggaat naar wie ben ik. Nou is het lijden mij niet vreemd. Maar elke keer als je weer door zo'n dal gaat, is het ook wel, dat je nieuwe dingen over jezelf ontdekt. En nieuwe dingen ontdekt in je relatie met God. In je relatie met de mensen om je heen. Je perspectief. En ik denk wel dat ik heel erg heb
geworsteld en ook nog steeds worstel met wie ben je als je niet kunt doen, in mijn geval, als doener. Dus wie ben ik dan nog? Nou, als rasoptimist is hoop denk ik onlosmakelijk verbonden met wie ik ben. Dus zelfs nu vind ik overal nog de silver linings. En ik kan ontzettend genieten van het hele kleine. Dat kon ik al, dus dat is in die zin niet veranderd. Wat denk ik wel veranderd is dat hoop misschien voordat ik thuis kwam te zitten vooral bestond uit het wordt beter. Wat kan ik doen om het op te lossen? Wat kan ik, mag ik van God verwachten daarin? En dat ik nu leer dat het is al goed. Het is al goed zoals het is. En dan verschuift je hoop dus ook naar het wordt beter, naar het is al beter. Hoop is in deze fase ook geen makkie, nee. En toch ook weer wel. Weet je, voor mij, mijn lijden is zo klein ten opzichte van het grote liefdesverhaal. Mijn lijden is bij mij en misschien wordt het beter en misschien wordt het niet beter en is dit wat het is en zal ik daar het beste van moeten maken. Wat ik niet hoop, maar voor hetzelfde geld is dat wat het is. En toch, in het grote verhaal ben ik maar zo'n klein stukje en daarin hoeft mijn aandeel in Gods grote plan ook niet altijd even groot te zijn. En het is ook niet even maakbaar. In de Insta-wereld waarin we nu leven, in de westerse wereld, centerparks van de wereld, denk ik wel eens, lijkt het leven zo maakbaar. En is het bijna zo dat als je lijdt, dat het je eigen fout is. Dank voor het kijken. En ben je nou geraakt door dit verhaal? Van Minella? Of van Oebelen, of heb jij vragen? Laat echt van je horen. Je kan ons mailen info@delichtboog.nl. We zien naar je uit. En tot volgende week bij een nieuwe tweede deel van Houten Lichtboog.